Een hele goede morgen allemaal. Het is vandaag weer vrijdag en ik ga vandaag weer lekker vloggen voor jullie. Ja, wij zijn net even wakker. Nou ja, ik ben al sinds 7:15 ben ik al wakker. En toen heb ik mezelf even klaargemaakt en is Jalen daarna ook wakker geworden. Of Jalen, die was al een poosje wakker, maar die heb ik er later uitgehaald. Ja, we gaan straks denk ik zo eventjes naar de markt. Nog even een paar kleine dingetjes ophalen. Ik ga de dag vandaag lekker beginnen. Gelukkig hoef ik niet veel te doen, want ik heb gisteren al lekker schoongemaakt. Misschien de badkamer nog eventjes. Maar ik moet echt even kijken hoe deze dag vandaag verloopt. Ik ga even naar de markt geweest. Ik heb even wat kaas gehad en eieren. Dan zit weer lekker een fruitvlek. En een stukje worst. Rookkaas, heksenkees, oude kaas, nasi, wat andijvie, twee kiwis, busje blueberries verdelen, feestomaatjes, spekblokjes voor de stamp, een mangootje, twee appels, een stukje sambalkaas, zakjes voor de kaasdip, eieren, wat brood, eierkoek, die krijgt ze. Maar dat was wat ik van de markt dus heb gehaald, dus ik ga nu alles even inruimen. Een flesje water met wat blueberries erin, die moesten er weg. Dus ik dacht ik doe het even in een flesje, dan kan Jalen er even mee spelen. Natuurlijk moet de dopper wel goed opgedraaid worden en dat vindt hij echt geweldig. Goedenavond, het is vandaag vrijdag. Dat heb ik dus nog niet gezegd. Het is vrijdagavond nu. Ik heb de benedenverdieping, toen Jalen in de middag sliep, heb ik helemaal even gedweld. Want Joshua die heeft van de week ook al schoongemaakt, dus dat scheelt weer enorm. Ja, ik sta nu momenteel nog even in de badkamer. Want mijn badkamer had echt even een touch-up nodig. Even schoonmaken. Dus dat ben ik dus even aan het doen. Maar het is ook alweer bijna klaar hoor. Want ik heb vorige week heb ik alles uitgebreid schoongemaakt. Dus dat scheelt weer. Alleen ik zag allemaal wat dingetjes liggen en zo. En dat moet ik allemaal even bij elkaar gaan verzamelen en opruimen. Kijk, hier word je toch helemaal happy van. Een heel verzorgingsrekje voor de kleine man. En ik heb mijn voorraaddingetjes even opnieuw ingedeeld. Nou, hier word je toch helemaal blij van. Yay! Een hele goede morgen. Het is vandaag zaterdag. En we zitten nu in de auto. Ik heb vanmorgen niet meer echt gefilmd, want we moesten een beetje opschieten. Dus vandaar dat ik hem nu pas open. Gisteren heb ik ook niet heel veel gevlogd. Ik moest nog heel veel dingen gaan regelen. En ja, en de vlog van vrijdag is gisteren ook niet online gekomen. Ik hoop eigenlijk vanavond wel. Maar dan moet ik even kijken hoe en wat. Maar we zijn vandaag onderweg naar Duitsland. Want we gaan even een gezellig dagje weg met z'n allen. Dus daar zijn we nu onderweg. Hè? Volgens mij gaan we naar Meppen. Ja, we gaan naar Meppen. Dus we gaan even lekker het winkelcentrum in. Eventjes rondkijken. En dan nemen we jullie vandaag gezellig mee. We moeten ongeveer een uurtje rijden vanuit ons huis. Dus dan kan ik mooi even met mijn vlogs bezig. Alleen ik moet straks even met Jalen nog even bezig. Want die wil vanmorgen niet echt eten. Ik dacht, ik ga hem eerst eten geven en daarna ga ik hem verschonen. Want misschien moest hij nog poepen of zo. Maar ja, dus dat was dus de blokkade. Dus het enige wat hij nu nog binnen heeft is wat blueberries. Maar ik heb voor deze keer heb ik al genoeg meegenomen. Dus dat ga ik eerst even doen. En dan wat er nog overblijft aan tijd, ga ik even met de vlogs bezig. Oh,
ben. Een uur onderweg geweest, schat? Ja, ja, iets langer hoor. 1 uur en 5 minuten. Jalen heeft lekker geslapen. En dan kijken of ze het kan doen op de kamer. Volgens mij kan dat gewoon met een pin of kopie. Ja, kijk maar. Ja, lastig, zo, hè? Ja, maar dat is gewoon die pinpas, schat. Ja, oké. Okay. Ja, maar die andere in Alderberg is nog een. Dus wij gaan met kantoor betalen, hè? Kijk. We gaan de komende week echt leuke dingen doen. Ja, Jalen die wou dus niet eten, dus dat is wel even vervelend. Hij heeft alleen maar fruit op en een beetje melk. Maar moeten we dan even zien. Hij kan gewoon gezellig met ons mee eten. En dan gewoon extra geven, is vandaag niet erg. En als je weggaat, dan wijken de dingen natuurlijk ook heel erg van af, hè? Ja. Dus, voor mondkapje. Ja, mochten Mochten de winkels niet in als we ons eigen mondkapje op hebben. Maar ik moet jullie heel eerlijk zeggen, deze zit wel heel goed om je. Ja. Nou ja, alles voor de veiligheid. Hè? Jalen zit aan een croissantje. Ja! Yeah. Maar hij gloeit een beetje, dat is niet echt goed teken, maar het zal waarschijnlijk wel de tandjes zijn. Ja, nieuwe tanden erbij. Nou. Lekker eten, schat. Nou, ik was net op de dames-wc en ik dacht ik ga Jalen daar verschonen. Er was een hele lieve vrouw die mij de wc toewees voor de kinderen. En moet je kijken hoe gaaf dit is. Kijk, hier zit een rolletje dat je dan de verschoningskussen kan doen. Waar je kindje op kan leggen. En luierzakjes. Zelfs luierdoekjes liggen klaar. En moet je kijken. Ze hebben hier gewoon alle maarten luiers voorzien, zodat je die kan gebruiken. Hoe gaaf is dit? Ja, dat heb je daar niet hoor. Dit hebben we niet in Nederland. Nee. Dit is echt perfect. Die moet Nederland ook doen. Ja, oh. Is klaar. High five. En het is zo comfortabel en het is heel schoon hier, hè? Zeker. Oh, nou ga je wel filmen. Ik ga wel filmen. Zijn wij nu in? In Duitsland. In Meppen Winkelcentrum De Map, of Meine Map heet het. En we gaan eten bij... Lele. Lele, ja. Lele. Lele. En Jane heeft ook honger, hè? Ja. Oké dan. Nou, wacht op eten. Wat gaan wij zo eten? Hey, wat gaan wij zo eten? Nou, we zijn dus in Meppen. En we zijn even het winkelcentrum door. We dachten dat het best wel een groot winkelcentrum was, maar dat... viel relatief mee. We gaan eerst even lekker eten en dan gaan we door. We zullen in principe wel een leuk dagje uit zo. Ik heb echt zin in eten nu. Hey. Hey. Wat is dat eten? Nou, ik dacht aan wat anders, maar dit is ook wel heel lekker. Daar heb ik wel zin in. Ik ga even een beetje voor Jalen een beetje... een beetje voorbereiden voor Jalen, dat hij ook lekker kan eten. Groot winkel supermarkt. We zijn net het winkelcentrum al uit. We dachten dat er wel meer winkels waren, maar dat viel relatief mee. Ik weet niet wat er met mijn haar vandaag is, maar super pluizig. Oh,
Oh, kneep je nou even vingers, Jalen? Nee, Jalen heeft wel lekker gegeten. Ik had eerlijk gezegd ook gewoon hetzelfde als Jalen moeten nemen. Ja. Nee, het eten was op zich wel lekker, maar ik had wat anders verwacht eigenlijk. Maar ja, maakt niet uit. We moeten blij zijn dat we eten hebben, hè? Ja, tenminste wat in de maag zitten. Ja. Ja, dat was niet heel duur of zo, hè? Als je dan vergelijkbaar hebt in Nederland. Je had van die 5 van die mini-loempiaatjes voor 1,50. Nou, doe dat maar eens in Nederland. 5 stuk betaal je meteen 6 euro. Ja. Ja. Oeh, moet helemaal grappen. Een soepje is al 1,50, hè? In Nederland, ja. Doe je ook maar 3 euro. Nou, in principe het eten was gewoon goedkoop, want wij waren nooit 20 euro kwijt voor ons drieën als we in Nederland zouden eten. Dit? Nee, dit niet. Dit was je nooit voor 20 kwijt, inclusief drinken. Dit is een potje, die kom dat wij hadden, al misschien 5 euro of 10 euro was. En dan hier is dat 7, of 11 euro bij ons. 6,50 euro, toch? Ja. Dat is ook niet meer. Maar dus dat, onderweg naar Kaufland. Op naar de Kaufland. Nou, we waren dus in het winkelcentrum. En toen, 2 winkels verder mochten we er niet in, omdat we er geen medisch mondkapje hadden. Tenminste, ik weet niet of het een medisch mondkapje is, maar goed. Die dingen zitten echt vreselijk. Deja vu. Alsof wij hier wel eens geweest zijn, maar... Ja. Ja, die andere kant. Oh, kijk, hier hebben ze... Noedels! Wat zie jij? Oh jee, dat krijgen we niet in ons eentje op. Ja. Wow, dat is echt veel. Veel in een pot, ja. Wat heeft Jos gevonden dan? Oh, Jalen. Oh my god, dit gaan we vanavond meteen eten. Kijk dan. Nee, dit moeten we echt proberen. Lekker vienhaks halen. Oh, lekker, lekker, lekker. Dat is van die van varken is dat, hè? Mm-hmm. Yummy, yummy, lekker. 6 stuks. Ik denk dat ik eentje van mijn zoon deel, hoor. Ik krijg het niet eens op. Weet niet, dat denk ik wel. Een bubbelthee halen. Oeh, bubbeltje. Oh. Bubbeltje. Proost. Zo. Oh, dit is echt lekker. Weer thuis? Ja, was wel een lange dag. Hoe laat waren we weg? Een uurtje of 9 of zo, hè? Ja, nee, joh. Half 10 ging pas weg. Half 10 gingen we weg. En we hebben weer allemaal lekkere dingen meegenomen uit Duitsland, zoals altijd doen. Maar ik dacht, ik laat even snel zien wat we hebben gehaald. En Jos, die bordje is dan wel om. Spatoenen. Noedels, paprika met kaas. Snackjes voor Jalen, een soort chips maken. Kaas, flip. En wat is dit dan? Paprika. Kruidenboterchips. Topbrood. Currywurst. Een blokje kaas.
voor brood. Maar dan met peper en chili. Oh. Nice. Mais sticks voor Jalen. Mais thee. Uno mais. Ginger ale. Syrup. En kalk voor de koffieapparaat. Ja, niet, die was 70-72. Ja. Maar je gebruikt één keer één zakje per beurt. Huh? Zo'n fles is daar €1,70, een 2 liter. En normaal is 1,5 liter al €1 nog wat. Weet je of €2 dacht ik. Wat een snack voor Jalen. Aansteken voor de kaarsen. Precies. Kaas. Hip maaltijd voor Jalen. Nog eens een beetje brie. Instant soep. Instant soep toch? Noemen ze dat toch? Ah, gewoon kippensoep. Kippensoep. Hier zag ik Jos even meelopen. Dit is een paar tomatensaus of zo. Is voor de pizza toch? Nee, is gewoon met pepercreme. Oké. Okay. Je gebruikt bij de pasta's of zo. Hondenvoer. Deze soep. Prijssoep. Nou. Nog meer kaas. Hitmaaltijden voor Jalen. Waar Elja is dit? Snackwatches. Hé, schat, wat jou? Oh nee, schat. Pizza saus. Nou, wat blikjes drinken. Cola. Pepsi cola heb ik hier. Lekker. Oh. Kijk. Oh. Worstjes voor Jalen. Fanta ook heel goedkoop bij de supermarkten daar. Donutkartoffel. Die zijn gevacuumd toch? Die kun je zo eten. Kun je zo bakken of zo? Ik ben benieuwd. Aardappeltjes en spekkies. Moet je groenten erbij maken. En met ui. Dat is weer Jos' ding, hè? Pasta. Alles reiniger. Wasmens. Alkalaat. Kip. Blokjes. Hamlappen. En kipfilet. Dit zijn van die street fries. Dit is met cheese en bacon. En dit is met smoked barbecue beef. Dan gaan we zo doen. Dit is je ijsthee. Worstje. Duits bier voor Jos. Schappen hè? Kom, mama gaat deze uitpakken. Bakboot. Oh, bakboten met olijfolie. Fijn. Geen dank. Geen dank, je hebt een doos in de kast. Die dacht, die greep bij zacht staan. Ik denk van dank. Geen dank. Hans, hele grote, dikke salami. Nou, het lijkt op een fouillet, maar. Alles wat dit is, is voor ons een fouillet. Maar dit is gewoon salami. Ingetrokken salami. Ik heb geen idee wat hier staat, hoor. Het is gewoon geen Duits. Maar het is een Franse worst. Dat is een Duits, maar het is een Franse worst. Nog meer kaas. Shampoo. Een, wat is dit, schat, ook alweer? Tof. Tof. Wat is dat? Dat is een mensel van groentes of zo. Gewoon een beetje op. Patatkruiden. Shampoo. Chili pasta. Waarvoor is dit? Ook voor pizza en broodjes heen, toch? Nee, dat is gewoon even zo'n crème die je door de pasta heen doet. Oh door ja. Door de saus heen. Door de rode saus heen. Oh, lekker. Dus, trui heb ik ook gehad. Deze is Jalen, hè? Ja. Jalen. Bij de New Yorker. Van lekker voor thuis. Ik vind het echt heel tof met de tijger. Legging erbij. Dat was het zo wel een beetje, denk ik. Hallo allemaal, het is nu bijna 1:30. En de hele ochtend eigenlijk niet meer geplopt. Dus ik dacht, ik maak nog even wat beelden voor zondag. Jenny gaat even lekker snacken. We hebben hier zo'n Duitse, ja, dit. Duitse kaaschips. Met de uitspraak, maar dan niet lekker. Bio knusverstaatsvrouw. Bio knusverstaatsvrouw. Ik kan geen Duits. Maar ik ben niet. Ik ben blij dat in die man. Hij mag niet zo. Even. Oeh, het ruikt wel naar kaas.